Hallo, hier David van Bright. Een paar weken geleden heb ik de Streumer ST5 Cadillac of the Pedelecs getest. Dat is een high-speed e-bike, kon 49 km per uur fietsen als een zonnetje. Maar hij kostte 11.000 euro. Nou, zo'n dure fiets moet je natuurlijk ook goed onderhouden met goede smeermiddelen. En daar stop je ook niet zomaar wat lucht in. Daar moet echt kwaliteitslucht in. Dus vandaag ga ik twee fietspompen testen. Mede dankzij de kwaliteit, maar vooral ook de prijs. Die is namelijk heel erg hoog. Van de twee Silka-pompen die ik getest heb, is deze de duurste. Daar kan je zelfs bij de Decathlon een complete racefiets voor kopen. Maar we beginnen met de goedkope. Die kost slechts 129 euro. Dit is de Silka Tatico Bluetooth pomp. Dit is een vernuftige kwaliteitspomp. Als we hier kijken, dan zit er ook een slangetje. Dat alleen al is super handig, want meestal heb je van die kleine pompjes en dan moet je die op het ventiel zetten en hem vasthouden. Maar met zo'n slangetje is het veel makkelijker richten en dan vervolgens pompen. Ik noemde het al, het is een Bluetooth pomp waarmee je de druk kan meten via een smartphone app en die heet iGauge. Die is zowel beschikbaar op iOS als op Android. Hier achterin zitten twee knoopcelbatterijtjes. Je hoeft hem dus ook niet aan te zetten. Er zit geen aan- of uitknop op. Je plaatst deze aansluiting op het ventiel. Klikt hem open zodat hij vastklikt. Begint te pompen. En dan kan je de druk op je fietsband meten. Maar ik gebruik hem bijvoorbeeld ook voor mijn motorbanden. De ventielaansluiting kan je eraf schroeven en dan is hij geschikt voor twee soorten ventielen. Zoals het Presta-ventiel wat je op een racefiets vindt. Of een autoventiel, ook wel Schrader-ventiel genoemd. De drukmeter in de pomp is vrij nauwkeurig. Hij meet tot ongeveer 0,035 bar nauwkeurig. En ik heb het uitgeprobeerd op mijn trial motor die een hele lage bandenspanning heeft. En dan zie ik gewoon dat het klopt met wat er al in die band zat. Hij kan bovendien tot 120 psi, pounds per square inch, oftewel zo'n 8 bar pompen. En dan moet je dat in context plaatsen, want een compressor, de gemiddelde compressor, gaat ook niet veel hoger dan 8 bar. En dat werkt uitstekend. Ik denk zelf dat ik hem ga kopen voor mijn komende motorreis als een backup van mijn elektrische pompje. Maar nu de Superpista Ultimate. Zal ik de prijs maar meteen verklappen? 450 euro voor een fietspomp. Dit is de Apple onder de fietspompen, maar 450 euro, wat krijg je daar dan voor? Nou, de kwaliteit druipt van die pomp af. Dat zit in alle onderdelen. Zelfs het voetje is helemaal berust op rijke mensen die een gladde vloer hebben en geen krasje op de vloer willen hebben. Daar begint het al mee. De pomp weegt 3,2 kilogram. Dat komt door al die zware onderdelen, waaronder deze buis die heel dik is. Hij kan een druk opleveren van 160 psi, oftewel meer dan 10 bar. Dat kan mijn compressor absoluut niet thuis. Zoals ik al zei, die gaat tot ongeveer 8 bar. En om zo'n druk te bereiken moet je ook intern goede onderdelen hebben. Waaronder, zoals vroeger, gewoon een leertje in plaats van de moderne O-ringen die je op veel pompen tegenkomt. Mooi detail is de Presta Chuck, zoals ze hem noemen, voor de racefietsventielen. Die is niet alleen magnetisch, maar die is helemaal speciaal ontwikkeld van hoge kwaliteit materiaal. Zodat hij goed afsluit als je hem erop doet. Dat mag ook wel, want die prijs is natuurlijk schrikbarend hoog. Ook de slang is speciaal ontworpen voor deze fietspomp. Het idee is dat deze meter heel nauwkeurig moet meten, op 1% nauwkeurig, terwijl de meeste metertjes zo rond de 5% liggen. Maar als je dan een lange slang hebt die zou uitdijen omdat die slap is, dan is die meting niet nauwkeurig. Ja, dit is echt een hoge drukslang die ze ook in de Formule 1 schijnen te gebruiken. Althans, dat zou ook natuurlijk een prachtige marketingtruc kunnen zijn om dat te noemen. Dit is natuurlijk een pomp die je één keer in je leven zou kopen als je hem überhaupt gaat kopen. Ik ga hem niet kopen, want ik vind 450 euro gewoon veel te veel geld voor een fietspomp. Ik koop dan een goedkope drukmeter, een redelijk goede kwaliteit pomp. Ja, en dan ga ik met het geld wat overblijft andere dingen aanschaffen. Maar er is natuurlijk wel een doelgroep die hem wel wil kopen. Dus ik heb even gevraagd of ik een hele bijzondere fiets mocht lenen om op te pompen. Ik heb dus de banden van een handmade Lester van bijna 10.000 euro mogen oppompen met deze pomp. Deze handmade Lester van bijna 10.000 euro die verdient wel een speciaal luchtje in de banden. En wat ging er door me heen toen ik die bandjes mocht oppompen op de handmade Lester? Nou, dit pompt als geen andere pomp. Maar het blijft 450 euro en dat vind ik toch echt te veel geld voor een fietspomp. Vond je dit een leuke video? Geef ons dan een duimpje en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.
Deze Silka Super Pista Ultimate Hyro Edition. Wacht even, dat moet ik een paar keer oefenen. Silka's. Deze, de Silka Ultimate. Oh, dat is een hele lange naam. Deze Silka Super. Deze, de. Nou, ik noem hem gewoon Super Pista Ultimate. Maar nu de Silka